Ik ben Beheer de Krijn, gistopodoloog en echografist. Ik heb 2 praktijken. De een is gevestigd in het gezondheidscentrum Jol. En de ander is gevestigd in het medisch centrum Het Hart in het centrum van Lelystad. Podenzorg Lelystad is aangesloten bij Podenzorg Nederland. De voordelen hiervan zijn dat wij met de 55 vestigingen in Nederland een samenbundeling zijn van kennis en ervaring. 14 jaar geleden ben ik geïnteresseerd geraakt in voeten. De basis van de mens. Want ik heb ontdekt, als je niet goed op je voeten staat, dan functioneer je ook niet goed. Mensen met gezonde voeten en gezonde basis functioneren veel beter. Ik ben begonnen met pedicure. Daar heb ik diverse diplomas voor gehaald. Ik ben registerpodoloog geworden. Omdat ik ontdekte dat je door verandering van stand en oplossen van problemen mensen beter kon helpen. Daarna ben ik echografist geworden om nog duidelijker diagnose te kunnen stellen. De meest voorkomende klachten zijn hielpijnen, brandende voorvoeten, voorvoetklachten, teenklachten, maar ook houdingsgerelateerde klachten. Allereerst neem ik een anamnese af. Dat is een diepgaand gesprek vaak, waarbij ik erachter probeer te komen wat de klacht is, wat de oorzaak van de klacht is en hoe lang de klacht al duurt. Aan de hand van een loopafdruk maak ik een standsafdruk. Daarna doe ik een functieonderzoek, allereerst van de voeten. Het kan ook zijn dat ik daarbij de functie van de knie, de heupen en de rug test. En dan neem ik een scan van de voeten. Vervolgens een echo. Sinds 2 jaar ben ik bezig met echografie van de voet en enkel. Dit geeft mij de mogelijkheid om in de voet te kijken en daardoor een betere en duidelijke diagnose te stellen. Als ik alles geanalyseerd heb, dan bespreek ik dat met de patiënt. Dan laat ik al dan niet een steunzool maken of een therapiezool of ik maak een orthese. De kracht van Podenzorg Lelystad is dat mocht het tijdens de behandeling naar voren komen dat er meerdere disciplines nodig zijn, zoals fysiotherapeut, manueel therapeut of oefentherapie of orthomanueel geneeskundige, dan kan ik daar direct bij terecht om samen de klacht op te lossen.